doodeng dit. Zo'n Titanic idee. Luister uit. Jongens, ik ben in Brabant nu, op dit moment. Je praat met een zacht J. Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Het is voor mij even chaos. Ik had eigenlijk vanochtend ook even moeten vloggen van, oh, ik zit nu hier in mijn huis en vandaag gaan we dit en dat doen. Maar ik moest echt als een malle hier naartoe, want voor jullie komt er één keer in de week een vlog online. Maar voor mijn planning is het af en toe zeg maar rustig en alle tijd. En soms het echt, zoals deze week, dat echt elke dag bijna wat opgenomen wordt. Nou, nu moet ik dan weer het zwembad in en zo. En het is allemaal super vet, maar af en toe voor mij echt. Ik kan natuurlijk niet zeggen van, oh, kijk even in mijn agenda wanneer ik een helikopterrondje kan doen. Dinsdag 2:30. Dat werkt gewoon niet zo. Het is gewoon, er is op dat moment een oefening. Vlogger, wil je mee? Ja, wil ik mee. Het zwembad ga ik nu in, omdat een helikopter natuurlijk kan crashen. En mensen die moeten dan eruit kunnen ontsnappen. En ik mag helaas niet helemaal die helikopter in, omdat ik niet medisch gecheckt ben. Ja, en als het misgaat, wie gaat mijn moeder bellen? Maar ik mag er wel een beetje bij zijn en kijken en ervaren van hoe dat is. Om zo in een gordel vast te zitten en of aan andere lui te vragen van, ja, als die raampjes dicht zitten en zo, van hoe kom je binnen een minuutje boven? Ik hoop dat het een binnenzwembad is. Binnenzwembad toch? Binnenzwembad toch? Denk het wel. Ja, het is een beetje druk nu, hè? Dat volgens zeg ik net. Volle bak. Ja, volle bak. We kunnen het. Eerst thee. Oké. Het ruikt hier heel erg naar zwembad en daar zijn we nu ook. Ik heb heel veel kriebel op mijn buik, terwijl ik niet eens het zwembad... Ja, ik ga wel het zwembad in, maar niet echt die helikopterkooi in. Wij gaan nu even kijken naar de uitleg. En we gaan even kijken of iemand wel in beeld wil, zodat we diegene kunnen volgen en kunnen vragen van hoe het was. Dus en daarna bikini aan en zo dicht mogelijk proberen te komen. Doodeng dit. Zo'n Titanic idee. Oké, ik ben nu bij een cursist. En ben jij een vlieger? Nee, ik ben sensoroperator. Ik werk in de cabine van de R90 helikopter. Oké, en zit jij dan bij de luchtmacht of bij de marine? Bij de marine, maar ik werk voor de luchtmacht. Dat vind, ja. Dat vind ik echt ingewikkeld steeds. Het is een bijzondere combinatie, ja. Maar het bestaat wel. Ja. Want zit jij dan ook in Den Helder? Ja. Ja. Echt? Ja. Oh. En vertel, is dit je eerste keer dat je dit moet doen? Nee, dit is mijn 8e keer. We trainen hier dus het onder water ontsnappen uit een helikopter. Die in de Noordzee of in welke zee dan ook gevallen is. En gewoon onze weg vinden onder water om veilig buiten te komen. En 8 keer doe je dit elk jaar een keer? Of? Ja, eigenlijk doen we de eerste 4 jaar elk jaar. En daarna gaan we om de 2 jaar gaan we dit trainen. Dus het is nu voor mij 2 jaar geleden, omdat mijn 8e keer is. Ja. Dus zoals je nu ervoor staat met mijn skills. Want je gaat nu precies hetzelfde doen als al die andere keren? Ja, eigenlijk wel. Er zitten nu 2 cursisten in, die worden nu getest door onder 1. 2 veiligheidsduikers gaan mee. Ik mag absoluut niet in het beeld zijn van deze meneer die de helikopter bedient. Oké, nu gewoon kijken. Ik bijt wel nagel op de plekken. Dus misschien wel een beetje spannend. Het zijn eigenlijk 5 runs die we doen. De eerste is eigenlijk gewoon rechtstandig, dat wordt wel opgebouwd. Op nu gaat je op de kop, linksom of rechtsom, op nu ga je geblindeerd. Voor mij is het de laatste keer dat die kant voor mij geblokkeerd is en dat ik aan die kant het onderuit moet. En vind je het eng? Nou, nee. Het is niet je meest favoriete bezigheid, maar nee, het is niet meer eng. Ja, ik vind het nu al eng en ik hoef niet eens in. Hoe was dit voor jou als chick toen je, weet ik veel, 19 was of zo, om dit voor de eerste keer te doen? Ja, super gek. Want je gaat dus in die kooi naar beneden en dan ineens draai je om en je bent heel je oriëntatie kwijt. Dus ja, je dak is ineens
onder bij je voeten. Dus je moet je vastmaken uit je riemen, je moet de raam eruit duwen en dan door het raam moet je heen zwemmen. En dan stap je uit de helikopter, maar dan ben je dus helemaal aan de andere kant. Ja, dus je komt boven, je weet even niet... En je bent helemaal gedesoriënteerd. Het is belangrijk, het begint in goed in, dat je eerst rustig onder water komt. Ja. Als je rustig bent, dan kun je het gemakje eruit. Als je het snel doet, dan wordt het minder leuk. Ja. Een meter bij elkaar vandaan, dus dat je maatje te poepen even. Ja. Moet ik op dat super dunne matje slapen? Nee, ik bedoel niet, als in, als ik één keer rol, dan lig ik in de bladeren. Ja. Ik heb zin in koffie.